Ja, kijk die kok daar. Oh nee, niet boos worden. Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En vandaag gaan we verder met Luigi's Mansion. We staan in de lift en we gaan naar een gloednieuwe etage toe. Namelijk, gaan we naar de tweede etage toe, Luigi? Oké, dat kan ook. Helemaal goed. Luigi, de elevator kan je naar de lobby op de tweede etage brengen. Ik zou als ik jou was daar maar eens naartoe gaan, zegt de professor. Nou, let's go. Dan gaan we naar de tweede etage. Helemaal prima. Oké, we zijn aangekomen op de tweede. Let's go. Wat is dit voor etage? Oh nee, dit is gewoon de lobby, man. Wat moet ik hier in de lobby doen dan? Hier is Polterpup. Polterpup. Zo heette dit beestje blijkbaar. Ik wist niet dat hij een naam had, maar hij heeft een naam. Ik moest net hoesten, maar hij vloog precies hier naartoe. Naar het restaurant. Ik wil ook naar het restaurant. Dan moet ik sowieso hier doorheen. Hey, Polterpup. Ja, ik weet dat je... Hè? Wat ben je aan het doen dan? Oh, wacht even. Moet ik dit bordje hier weghalen? Ja? Nee? Ja? Kijk, hoppa. Zo doen we dat. We hebben natuurlijk de zuignap te pakken. Daar is die weer hoor. Staat even aan een stukje fromage te ruiken. Lekkere fromage. Ja, oké. Je vindt het wel heel lekker, vriend. Oké, we gaan blijkbaar kaas eten in het restaurant. Ik ben wel een fan van kaas. Ik hou zo'n beetje van alle verschillende soorten kaas. Ik vind het allemaal wel lekker. Is hier inderdaad het restaurant? Ja, hij heeft het al op. Hij heeft de kaas al helemaal opgevroten, man. Tjonge, jonge. Ik vind het wel heel erg lekker al dit eten hier in dit restaurantje. Oh, Luigi, die is toch weer... Die is een beetje op zijn hoede, hè? Een beetje weer zo... Met zijn schoudertjes omhoog zo. En zijn nek zo tussen zijn schouders. Is hij aan het lopen. Ja, daarom dus. Omdat je alweer wat spookjes ziet. Maar kom op, Luigi. Nee. Je kan ze hebben, Luigi. Je hebt al zoveel van die spookjes verslagen, jongen. Dat kan jij. Oh, nee. Wat een kluns is het toch ook, hè? Kom dan. Kom maar. Jullie komen gewoon met z'n zevenen allemaal. Oh, jullie gaan eten gooien. Jullie willen echt deze game gaan spelen? Jullie willen eten gooien op mijn bakkers? Jongens, ik kan jullie van alles en nog wat vertellen. Maar dat gaat niet gebeuren, vriend. Oh, of dat gaat wel gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat dus wel gebeuren. Ik zit de hele tijd vast aan die... Aan die lakens. Die tafellakens dingen. Zo, hoppakee. Opzouten met die tafels. Daar heb ik daar ook geen last meer van. Nu twee spookjes tegelijk. Bam! Hoppa, hoppa. Oké. Deze spookjes hebben niks op mij, jongen. Lekker, Luigi. Pak ze aan. Hoppakee. Hoppa. Oh, nog één. En nog één. Daar staat er nog één. Hier zo. Met zijn baguette. Dit zijn Franse spookjes allemaal, hè. Franse baguette spookjes. Hoppa. De laatste. De laatste. Boom. Klaar. Ja, het is wel een beetje... kapot gegaan, dit restaurant. Ik heb echt weer alles kapot gemaakt. Behalve die stoelen. Gaan we hier naartoe? Oké, Luigi, go. Go. Oh, snap. Oké, wat gaat hier gebeuren? Moet ik even dit allemaal wegzuigen? Heb ik meer zuigkracht nodig? Heb ik Luigi nodig? Come on, Luigi. Luigi kan rennen. Volgens mij was dat niet helemaal de bedoeling, maar ik rende weg. Ja, kijk die kok daar. Die kok is even lekker een visje aan het maken. Sorry, man. Ik heb net heel je restaurant gesloopt, vriend. Oh, nee, niet boos worden. Nee. Oké dan. Dat deed pijn. Bedankt, hè. Oké. Je gaat vissen gooien? Hij is duizelig. Nee, hij is niet duizelig. Ik dacht dat hij duizelig was. Hij gaat weer draaien. Kan ik hem dan nu stunnen? Nee, ik kan hem niet stunnen. Moet ik die pan pakken? Ik denk dat ik die pan moet pakken. Ik denk dat dat het is. Die pan moet ik pakken met mijn zuignappie. Oh, nee. Ja. Kijk, die zuignap zit nu op de pan. Oh, wacht. Nee, ik moet die pompoen niet hebben. Nee. Oké. Stunnen. Zuignap erop. Oh, dat lukt niet. Waarom lukt het nu niet? Gast. Nu dan. Oké, nu kan het wel. Ik weet niet waarom, maar nu kan het wel. Pak die pan van hem. Stun hem. Pak hem. Op het aanrecht nu. Op het fornuis. Pak hem. Op het fornuis. Bam. Boom. Lekker. Keihard. Hij heeft zijn pan weer. Schiet hem. Ja, en pak hem. Pak hem. Lekker. Hoppakee. Stunnen en nog een keer. Oké.
Weer op het aardrecht, dat vind ik wel mooi. Vind ik een mooi plekje voor hem. Dag, dag, meneer de kok. Later. Oh, wauw. Er kwamen nog wat visjes uit. En, hoppa, een nieuwe liftknop. Zo, dit ging wel soepeltjes. Dit ging echt super snel. Lekker hoor, die visjes die stuiteren er nog een beetje op los daar. Oh, oh nee, oh nee, oh nee. Oh, ik dacht dat ik er was, maar we zijn er nog niet. Nee, nee, die rat. Die rat, die neemt de knop mee. Nee. Oh, gast. Ik dacht echt dat dit het gewoon was. Dat de etage gewoon al klaar was. Maar nee. Godverdikkie. Deze deurtjes openmaken. Hey, hoppa. Oh, wat is hier dan gaande? Dit is zo'n lichtvis. Moet ik een lichtje maken hiervoor? Oh, ik kan dit trekken. Ik kan... Hoppa. Oké, okay, hij leeft. Maar... En nu? Luigi kan sowieso hier doorheen. Go, Luigi. Ga door zijn tanden. Oké, okay, Luigi heeft het goud opgepakt. Kan ik hier nou nog iets in doen met Luigi of is dit het? Zo, je zou trouwens maar zo'n grote vis in je vriezer hebben zitten, jongen. Is dat niet normaal? Ah, die hond. Die laat me weer schrikken. Freaking polderpap. Wat is een polderpap? Oké, okay, kijk of hier ook nog een vis in zit. Hij heeft wel behoorlijke vriezer, zeg. Hey. Oké, okay, hier zit geen vis meer in. Het muisje, of de rat, ging deze kant op. Ik denk dat we even moeten kijken waar die naartoe is. Is die daar? Zit die daarin? Liep die hier doorheen? Hallo, ja, ik denk dat ik hem moet lokken met kaas. Kom maar. Hoppa! Lekker luigie. Zo doen we dit. Heel goed. En nu niet laten vallen, niet weggeven. Kijk nou uit. Ik zeg nog eens, kijk uit. Wat ben je nou aan het doen, luigie? Oh. Is die hem weer kwijt? Waar gaat hij nou naartoe? Is die daar naar boven of zo? Kijk, ik kan hier wel met Luigi kan ik hier doorheen, door deze buis. En dan denk ik, ja, zie je, dan komen we hier terecht. Die animatie van Luigi is geniaal. Ligt hier wat in? Oh, geld. Een zakje geld. Hoppa, dikke flappen, jongen. Oké, okay, waar is de rat ondertussen naartoe? Is die hier naartoe? Ja, hier zie ik zo'n rattengat. Ja, daar is die. Van kaas aan het genieten. De smiecht. Wauw. Nu kan ik denk ik deze misschien hier wel weghalen. En dan kan ik voortaan ook gewoon hier naartoe. Dat is de gang uit aflevering 2, geloof ik. Toen zijn we daar geweest. Ik ga eerst even kijken wat hier allemaal is. Of... Oh, dat gaat niet. Nee, we kunnen er niet in. Oh, oh, kijk hier. We krijgen een gouden raaf. Gouden raaf. Hoppakee. Nog meer money. Het is ongelooflijk. Kunnen we hierin? Hier kunnen we wel in. Dit is het toilet. Moet even deurtjes openmaken. Daar zit een spook gewoon de krant te lezen. Kan u die krant opzuigen? Nee, dit spookje zat gewoon lekker de krant te lezen op het toilet op zijn gemak. Oh. Oh man, we krijgen er wel een gem voor, dus dit moesten we wel doen. Dit was echt hilarisch. Dan hebben we Luigi weer nodig, want die kan namelijk hier zo door dit roostertje heen. En dan kunnen we toch stiekem die andere kamer in. Lekker Luigi. Ga maar door. Oh kijk, nog een badkamer. Nou ja, geen badkamer, een toiletje. Daar is niks. Is hier wat? Nee, daar is ook niks. Is hier wat? Even kijken. Ook niet. Ben ik hier alleen maar voor het kleine beetje money naartoe gekomen? Geen eens een jam of zo. Waarom ligt er trouwens fruit op het toilet? Die snap ik ook niet helemaal. Waarom ligt hier zoveel eten op het toilet? Dat is super goor. Ik weet dat het restaurantetage is, maar dit is echt smerig. Hier is zelfs een broccoli. Wauw. Oké, gaan we weer terug, Luigi. Dan gaan we nu even achter die rat aan. We gaan hier naar binnen. Kijken of we de rat kunnen vinden. Hij moet hier zijn. Hij moet hier zijn bij die pooltafel. Oh, hij is daar. Kijk hem daar chillen. Onze lichtgevende rat. Ja, nu is het klaar, hè. Nu kan je geen kant meer op, vriend. Je gaat de kast in. Oh, we kunnen poelen. Oh, wat? We kunnen hier in al die gaatjes voelen. Oké, okay, wat zit er in die gaatjes? Wat zit er in die holes? In die pockets? Of hoe je dat noemen wil? Sowieso is dit een puzzeltje. Hier moeten we wel iets van krijgen, toch? Alle drie daar? Ja, top. Oké, okay, play billiards on F2. Kijk, hoppa. En een parel, jongen. Gewoon een parel. Maar zit hier serieus niks in? Oh, er zit echt niks in, hè? In deze kast. Er zit iets in deze kast. Nog meer biljartballen. Oké, okay, let's go. We gaan de rat aanvallen. Oké dan. We krijgen biljartballen naar ons hoofd. Als je weet hoe hard dat aankomt. Biljartballen zijn knijterhard, jongen. Kijk, ze staan daar met z'n tweeën dan. Kom dan. Kom dan. Jullie denken, jullie... Auw, oké, okay, ik heb een biljartbal op mijn hoofd. Ja, 10 HP eraf. Ouch. Pakken. En dat is 1. En op die tafel. Hoppakee. Gesmakt. Waar is die andere?
Hallo? Ik moet iets met die holes doen. Waarom zou ik anders in die holes moeten voelen? Kijk, daar. Daar. Hoppakee. Lekker stun hem. Ja. Bam. 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 Doei. En ik weet ook niet waarom daar een kont van een varken uitsteekt. Oké, in ieder geval. We gaan even deze deurtje openmaken. Want ik wil nu gewoon even die rat vangen. Kom maar. Oké, volgende deur. Komt u maar. Ja. Is die rat? Nee, waar is die rat? Zit je in deze? Zit je in deze kast? Kom dan. Ja, daar is die. Pak hem. Pak hem. Nee, niet weer wegrennen. Niet weer wegrennen. Alsjeblieft. Ben je nou weer weggerend? Ik zie hier trouwens ook zwaarden. Wat moet ik doen met het zwaard dan? Moet ik het zwaard op dat varken gooien? Nee. Moet ik het zwaard in het dartbord gooien? Dat denk ik. Kijk. Oké. Ja, daar hebben we weer een gem. Nice. Maar even serieus, waar is die rat nou naartoe, jongen? Nog even zo doorgaan en ik maak echt ratatouille van je, hè? We gaan nou weer daar naar rechts. Het is nog maar één kamer waar ik in kan. Het was niet deze kamer, dan moet ik toch inderdaad weer daar naartoe met Guigi. Dat heb ik net ook al gedaan, maar doen we het gewoon nog een keer. Go, Guigi! Pak het liftknoppie. Zit je hier? Daar. Oh, wow, 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 wow. Een hele muizenpyramide. Oké. Pak ze. Ja, we hebben hem al. We hebben hem al. We pakken hem terug voordat een andere rat hem weer pakt. Yeah. En zo denk ik dat we ook deze etage van het restaurant wel hebben gefixt. Laten we even terug. Oh, we hebben denk ik de liftknop laten liggen. Ja, zie je? Luigi. Nee, Guigi had hem even gedropt. Hij vindt hem smerig. Lekker bezig, Luigi. En nou echt even goed vasthouden, die liftknop. Ik wil niet dat het nou weer fout gaat, hè. Ik ben nou klaar met de restaurantetage. Je hebt de ratten opgezogen. Het is nu goed zo. Toch? Let's go. We gaan naar de lift. Hoppakeetje. Etage nummer 4. In de pocket. En in het gat. Oh, daar is professor Egaat weer. Die zegt, ja, het gaat supergoed. Maar kom even terug naar het lab, want ik wil je even wat vertellen. Tot zo. Nou, oké, dan gaan we eerst maar weer even naar beneden. Kijk hem rennen, jongen. Ik was alsof hij een sprintje aan het trekken was. Gewoon een 100 meter sprint even daar in die gang. Hallo, professor. Die zegt, Luigi, ik ben eindelijk weer terug. Je moet me niet zo lang laten wachten, want ik ben nou een oude man. Hij is best wel een beetje asociaal. Hij is ook super ongeduldig. Maar hij is wel druk geweest, zegt hij. Dit lab is bijna helemaal operationeel. Maar Luigi, weet je weg al te vinden door het hotel? Ben je van alles aan het opzuigen met je poltergast? Ah, hij zegt, oh, je moet nu wel heel veel geld hebben. Ah, dus nu gaan we erachter komen wat ik met al dat geld kan. Hij zegt, ik heb de perfecte oplossing voor al het geld wat je hebt. Geef het allemaal aan mij. Gast! Wat krijg ik ervoor terug dan? Jij denken, ik geef al mijn geld gewoon zomaar aan jou. Oké, wat heb je voor me? Wat voor moois heb je voor me, meneertje? Professor Egad Shopping Network is now open for business. Oké, we hebben dus hier items. Helemaal goed. En om te vieren dat we open zijn, krijg ik een gratis bot van jou. Nou, dat vind ik super aardig. En met dat bot komt Polderpap en die revived je als je HP op 0 zit. Oh, dat is super handig. Hoppakee, gratis en voor niks een goldbone te pakken. Nice. Ik denk dat ik gelijk nog een paar koop. Nee, niet. Nou, dat kan ik misschien later doen, maar hij wil me nog spreken over iets. Hij moet mijn poltergast weer eventjes hebben. Ga je hem nou weer upgraden? Heb je weer een upgrade voor mijn super duper poltergast? Wat heb je gedaan? Dat leek niet alsof dat heel veel was. Er zijn boos in dit hotel. Oh snap. En met dat ding wat hij heeft geïnstalleerd kunnen we boos tracken. Oké. Get back at it. En ga weer de hotel exploren. Ja, ik wil eerst even wat nieuwe dingetjes kopen. Want ik heb toch genoeg geld. Ik ga gewoon nog zo'n bone kopen. Dat gaat echt wel van pas komen. We kunnen de boo finder nog niet kopen. Wel de gem finder. Maar nee, dat ga ik nu nog niet doen. Daar ga ik mijn geld nog niet aan uitgeven, jongens. Laten we teruggaan naar het hotel. Oh, mijn controle begint te trillen. En professor is me weer aan het bellen. Oh, we hebben al een boe gevonden nu gelijk. Als er een boe in de buurt is, dan gaat de goo in Guigi vibreren. Oké, en hoe dichterbij we zijn, hoe harder Guigi begint te vibreren. Oh ja, ik voel het inderdaad. Ja, we moeten deze kant op, Luigi. We moeten die kant op. De boe is daar zo. Oké, terug naar Guigi. Oh, wow, hier zit trouwens een gem in. Kan ik die al eruit halen? Ik wil die hebben. Geef de gem aan mij. Ja, lekker. Hoppakee, nummertje 3. Zit die boe ook ergens in een wasmachine of zo? Controle begint wel echt heel hard te trillen op dit moment. Hé, wat gebeurt er als ik hier aan draai dan? Mop. Moet ik hem terugdraaien? Dat kan ook. Oké, dit doet voorlopig nog niks. Waar is die boe dan? Oh, wacht even. Ik moet met Luigi die kant op lopen, want Guigi kon niet verder lopen. Ga ik nu weer schakelen naar Guigi? Oh, het begint iets zachter te trillen weer. Is die hier?
Zit hij in een kraan of zo? Of ligt hij hieronder? Ik denk het niet. Hier trilt hij echt heel hard. Kijk hem trillen, kijk hem shaken. Zit hij in het kastje? Dat kan. Hij zit in het kastje, hè? Ah, I am Boosmund. We hebben hem gevonden. Oké, Boosmund, kom hier. Waar ben je? Wel trouwens super grappige naam. Boosmund als hij in de basement zit. Dat is echt hilarisch. Kijk hoor, ik zag een spoor van hem. Ik moet hem revealen. Ja, en dan moet ik hem vangen aan zijn tong. En smacken. Smacken. Oh, nee. Shit, hij is weer weg. Waar is hij? Hij gaat daar naartoe. Nu zie ik hem niet meer. Waar is hij? Daar! Oh, hij heeft me. Pak hem. Ik ben hem kwijt, jongens. Ik zie hem niet meer. Waar is hij naartoe? Daar. En weer heeft hij me. Nee. Boe is super snel, jongen. Daar komt hij. Ja, ik heb je, vriend. Ik heb je. Pak hem. Smack hem. Vaker. Sorry. What? Luigi ging helemaal los. Oh man, Luigi werd helemaal gek. Oké, nog één keer misschien? Ja, daar is die. Nice. Pak hem. Smack hem. Oh, nee. Nu. Bam. Fantastisch. Luigi wordt helemaal gek. En we hebben onze eerste boel gevangen. Nice. Ja, ik denk dat we nu door moeten naar de volgende etage. Dus we duiken de lift weer in. En dan pakken we de volgende keer, denk ik, de vierde etage. Maar dat gaat dus gebeuren tijdens de volgende aflevering. Doe even dat blauwe duimpje omhoog voor Luigi's Mansion. Abonneer op mijn kanaal als je meer Luigi en Pokémon en andere Nintendo video's wil zien. Wil je mijn live zien gamen? Volg me dan zeker ook even op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Muzzle!